De situatie met betrekking tot het gebruik van cyanide voor onder andere goudwinning in het binnenland geniet de aandacht van de staat. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn van Brokopondo bevestigt dat er cyanide getransporteerd wordt naar zijn bestuursgebied. Echter zegt Mendelsohn in tegenstelling tot geruchten aan onze redactie dat hij tot op dit moment geen melding heeft gekregen van dode vissen of dieren op het stuwmeer of in waterwegen binnen zijn bestuursgebied. De burgervader is het ermee eens dat het geen situatie is om over te grappen, omdat levens in gevaar kunnen komen als het misgaat met de giftige stof. Minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu stelt zich op het standpunt dat de situatie vanwege de recente ontwikkelingen een integrale aanpak behoeven. Het departement en de DC hebben gisteren samen met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag en bewoners van Brokopondo een kroeto belegd. Een presidentiële commissie buigt zich samen met de actoren en vertegenwoordigers van Stinasu, Nimos en de brandweer over het vraagstuk.